Welkom bij een Aandeelskunde podcast, VWO 5, globalisering. En dit is paragraaf 1.2, de economische wereldorde. Je kunt uitleggen welke rol economische globalisering speelt bij het voedselvraagstuk. Daar gaan we naar kijken en we gaan kijken naar... of je kunt uitleggen welke rol economische beschermingsmaatregelen spelen bij het voedselvraagstuk. We gaan eerst even terug naar hoofdstuk 1, dus de koloniale erfenis. Daar hebben we het gehad over, hè? Dus de Europese overheersers, die gewoon eigenlijk voornamelijk, het was een wingewest voor ze. Hè? Mijnbouwproducten, ertsen, steenkool en producten zoals thee, suiker, rubber, specerijen. En dan werden de beste landbouw gebruikt. De beste landbouwgronden werden gebruikt als plantages en vervolgens ging dat terug naar de kolonies. Dus als je dit vergeten bent, kijk even naar hoofdstuk 1 globalisering weer, van het verschil tussen exploitatie, kolonialisme en handelskolonialisme, zodat je weet van hoe de verhoudingen zijn ontstaan zoals ze nu nog steeds zijn. Hè? Want je had wel decolonisatie, maar de verhoudingen zijn gebleven. Dus eerst de kolonies werden dus wingewesten, hè, dus de rubber, thee, specerijen, alles wat we niet in Europa hadden, maar wel gingen gebruiken, werd uit de kolonies gehaald. Met als gevolg natuurlijk dat de inheemse bevolking al minder grond ter beschikking kreeg. Ja, dus er kwam een tekort, de beste gronden gingen naar de grote plantage-eigenaars, dus de kolonisator. En er ontstond dus een systeem van uitbuiting. Het moederland werd het centrum en de kolonie werden de periferie. En die verhoudingen die zijn er nog steeds, want de koloniale overheerser is misschien wel weg, maar wat is er eigenlijk veranderd? Nou, tijdens de koloniale periode, goede grond, dus de plantages en de producten waren voor het moederland en de slechte grond was voor de lokale bevolking. Nu, heden, goede grond, de plantages, de grootgrondbezitters, en die zijn export georiënteerd. En soms zijn dat in handen van de westerse MNO's. Dus nog steeds gaat het grote gedeelte richting het westen. En de slechte grond blijft voor de lokale bevolking. Dus de meeste producten en winst gaan nog steeds niet naar hun land. En dit stagneert natuurlijk in de ontwikkeling van landbouw. En dat noemden ze de erfenis van de koloniale tijd. Kijken we naar economische globalisering, dan zie je dat er enorme transportstromen van handelsgewassen zijn over de hele wereld. En dan hebben we het niet alleen over handelsgewassen zoals granen, groenten en fruit, maar ook meer producten zoals cacao, wijn, druiven, allemaal voedsel die wij in ons dagelijks bestaan nuttigen. En dat is allemaal in handen van grote bedrijven. Die allemaal een deeltje van de keten zijn. Dus denk aan Ahold, denk aan Nestle, die dit regelen. Wat nu de laatste tijd anders is, grondstoffen in de landbouw zijn niet footloose. Dus dat betekent, een bedrijf kun je willekeurige plek neerzetten als je maar goede internetverbinding hebt. Grondstoffen hebben bepaalde grond nodig en daar zijn beperkingen in. Dus wat je nu ziet is dat deze MNO's ervoor gezorgd hebben dat bepaalde gebieden producten gingen verbouwen die uitstekend pasten bij het klimaat, bij de grondsoort. En dit is natuurlijk ten koste gaan van de diversiteit, want je kapt bijvoorbeeld een regenwoud en je zet er alleen maar palmbomen neer. Nou, je kunt wel raden wat dat met het ecosysteem doet, maar het levert geld op. Als we weer gaan terugdenken aan hoofdstuk 1, wat dus vaak terugkomt, dan moet je nog een beetje in je achterhoofd hebben hoe dat met transportnetwerken ging. En dus dat door eigenlijk uitvindingen, door de komst van internet, door de komst van vliegtuigen, dat absolute afstand, ondanks dat dat hetzelfde bleef, de relatieve afstand, dus de tijd en moeite om er te komen, nam af. Dus is er meer mogelijk als je dus sneller ergens kunt zijn. Hè? Dus er waren meer competitieve voordelen vanuit de regio, dus in vergelijking met anderen.
comparatief, dus je kunt elkaar aanvullen. En er ontstond regionale specialisatie. Dus mensen gingen kijken, wat kunnen wij als regio goed, laten we dat heel goed doen. Alleen het blijft dat het centrum binnen deze verhouding bepaalt wie er levert en waar het naartoe gaat. Dus je kreeg ruilvoetverslechtering. Het probleem, men krijgt bijvoorbeeld in de Filipijnen weinig geld voor de grondstof cacao. Westerse bedrijven maken daar Snickers van. Wil een boer een Snickers kopen, dan moet hij daar heel veel voor betalen. Dus de boeren in de Filipijnen krijgen heel weinig voor hun waar. Daar wordt door de westerse wereld iets van gemaakt. En als ze dat op de markt komen, dan moet je daar heel veel geld voor betalen. Simpelweg omdat bijvoorbeeld die Filipijnse boer niet in staat is om er een Snicker van te maken. He, dus dat komen we later nog op terug. Daar kun je waarde aan toevoegen. Dus je ziet dat de periferie steeds minder voor een bepaalde grondstof krijgt. Omdat ook heel veel mensen die grondstof kunnen leveren. Maar aan de andere kant, als er producten van gemaakt worden, is het te duur om terug te kopen. Dus van exportproducten krijg je dus op een gegeven moment een tekort, omdat je kunt ze niet betalen. Nou, dan gaan we kijken naar een voorbeeld melk A en melk B. Welke melk kies je? Welke melk kies je? Nou, je kunt links of rechtshandig kiezen, maar dat maakt niet zo heel veel uit. Het is dezelfde melk, het maakt niet uit. Het is ongeveer 50-50 kans. Nou, wat als melk A 50 cent is en melk B is 2 euro? Dan denk ik dat de meeste mensen gewoon voor die 50 cent gaan. Terwijl je gewoon je geld over de balk wil smijten, dan kies je voor 2 euro. Die melk uit Afrika van 50 cent of die 2 euro uit Europa. Ga je voor goedkoop ver weg of duur van dichtbij? Dan worden alweer andere keuzes gemaakt. Sommigen denken we moeten onze eigen markt beschermen, anderen denken we doen nog steeds het goedkope. Maar dan het volgende, dan wordt die melk in Europa ook maar 50 cent gemaakt. Hoe kan dat dan, denk je? Ja, dat wordt mogelijk gemaakt door het beschermen van je markt, dus door subsidies. Dan krijgen de Europese boeren krijgen geld zodat de prijs omlaag gaat. Dus dat betekent dat per liter of per glas dan even als voorbeeld 1,50 cadeau krijgt. Zodat ze maar 50 cent hoeven te vragen. Dan hebben ze wel hun kosten eruit en zijn ze net zo goedkoop als de rest van de wereld. Vervolgens kun je er ook nog voor zorgen dat die Afrikaanse boer meer moet betalen door importheffing. Dus wil je in Nederland je melk verkopen, moet je nog eens extra betalen. Kortom, wat zie je? Dat een Afrikaanse boer, die eigenlijk goedkoper is, hetzelfde levert, uiteindelijk duurder op de markt terechtkomt door importheffing en subsidies. En dat is natuurlijk nadelig voor de wereldeconomie als je het hebt over de periferie, want die kunnen nooit een stukje marktaandeel winnen. En als je kijkt dat er heel veel hulp is in Europa en toch nog maar kleine marges te verdienen is, betekent dat ook de landbouw in Europa onder druk staat. Ja. Wat kun je doen? Nou, een oplossing tegen weinig winst is schaalvergroting. Daarom ook schaalvergroting bij de Europese boeren. Je ziet heel veel boeren met grote stukken land die dus heel veel massa kunnen maken. Het gevolg is dat er dus te veel wordt geproduceerd, want het levert zo weinig op. Dus hoe meer je produceert, dan heb je tenminste nog een beetje inkomen. Nou, wat er dan gebeurt is dat wat te veel is verkopen voor een hele lage prijs in Afrika. En dan denk je, iedereen blij? Nee. Want wat krijg je dan? Dan krijg je dus een Afrikaanse boer die in eerste instantie zijn producten niet kwijt kan aan Europa. Dus er zakt de markt een beetje in. Dan wil hij dat nog verkopen aan zijn eigen mensen in zijn omgeving. Daar vraagt hij al een lage prijs voor. En vervolgens komt dan wat te veel is verbouwd aan Europa, komt ook nog eens naar Afrika toe en stort die hele markt in. Dus een jaar later alle boeren in Afrika failliet. Dus het zomaar geld, het zomaar doneren van melk naar Afrika betekent dat je daar de hele lokale markt verziekt. Dus dat is niet wat je moet doen. Nou zijn we al aan het einde gekomen van paragraaf 2. Paragraaf 2 ging dus over het uitleggen van economische globalisering. Dus de verhouding van arme en rijke landen, hoe dat ontstaan is vanuit de kolonies. En we gingen kijken naar beschermingsmaatregelen, dus importsubsidie importheffing en subsidieregeling, hoe dat ervoor zorgt dat prijzen
gunstig uit kunnen komen voor rijkere landen. Mocht je op de hoogte blijven van, willen blijven van allerlei andere podcasts, meld je dan aan op David Pijpaard op YouTube. En dan wens ik je succes met het leren.